Duurzaamheid. Een woord dat je bij Albeka veel terug ziet komen. We nemen duurzaamheid echter niet met een korreltje zout. Ik ga je vertellen waarom de aanschaf van tweedehands meubilair een duurzame keuze is. Het probleem. Vroeger werden meubels met één hele belangrijke reden gemaakt. Ze moesten lang meegaan. Heel lang. Door de jaren heen is de vraag naar trendy en vooral goedkope meubels gigantisch gestegen. En zo begon net als fast fashion ook fast furniture. Goedkope meubels die er hip uitzien, maar gemaakt zijn om maar een paar jaar mee te gaan. Dit resulteert in het feit dat er jaarlijks alleen al in Europa meer dan 11 miljard kilo aan meubels wordt weggegooid. Zo'n 85% hiervan wordt verbrand of komt op de schroothoop terecht. Zo'n 10% wordt maar gerecycled. Dit kan anders, vinden wij. Wat kunnen jij en ik doen? Allereerst willen we je vragen of het echt nodig is om nieuwe meubels aan te schaffen. Niet kopen en je producten zo lang mogelijk gebruiken is namelijk het meest duurzaam. Is je huidige inrichting echt nodig aan vervanging toe? Kies dan bewust en ga voor duurzaam tweedehands meubilair. Bij Albeka zit je daarvoor goed. We halen door heel Nederland en België kantoorpanden leeg en kopen partijen meubilair op om ze vervolgens opnieuw in te zetten. Het herinzetten van deze meubels realiseren we met behulp van onze 5 R's. Reuse. Reused meubels zijn het meest duurzaam. Deze meubels worden namelijk alleen gecontroleerd en schoongemaakt en kunnen direct de verkoop in omdat ze nog tiptop in orde zijn. Repair. Soms heeft een meubelstuk wat meer aandacht nodig. Dit komt omdat hij soms niet helemaal meer functioneert. We zetten dan repair in. We repareren een meubelstuk zodat er weer helemaal werk naar behoren. Refurbish. Refurbishing zetten we in op het moment dat een gedeelte van een meubelstuk niet meer goed is. Een nieuw blad op een gebruikt onderstel, een nieuwe stoffering op een stoel of bijvoorbeeld een kast die opnieuw gecoat wordt. Repurpose. Met repurposing gaan we omdenken. Zo worden afgedankte bureaubladen gebruikt om een plantenbak te maken en worden oude spijkerbroeken gebruikt voor een nieuwe stoffering op een bureaustoel. Recycle. Helaas kunnen we niet alle meubels hergebruiken. In dit geval wordt een meubelstuk helemaal ontmanteld en worden de materialen gescheiden om zo gerecycled te worden. Ook verzamelen we na ontmanteling alle bruikbare onderdelen om te verkopen of om andere meubels weer werkend te krijgen. Waar het op neerkomt is dit. Al koop jij een gebruikt product, hoeft er geen nieuw product geproduceerd te worden. Als we nou met z'n allen meer kiezen voor gebruikt, scheelt het gigantisch veel impact op het milieu. Denk alleen al aan de grondstoffen die verbruikt moeten worden en aan de uitstoot die voortkomt uit het transport. Zeker als een product helemaal aan de andere kant van de wereld gemaakt wordt. Met hergebruik wordt de levensduur van een bestaand product verlengd. Dit hele proces is onze lineaire bijdrage aan een circulaire maatschappij. Laten we samen kiezen voor meer hergebruik om de afvalberg te verkleinen.